Een dag onderweg met onze Nijhoff-wassingchauffeurs. Kom maar op. We rijden vandaag mee met Matt en hij laat ons zien hoe leuk het chauffeursvak is. Mijn werkdag die begint op maandagochtend. Kom ik op de fiets hier naartoe. De vrijdag ervoor hebben we vooral doorgekregen van de planning wat we doen moeten op maandag. En zodoende beginnen we de week. Nou, het leukste als chauffeursvak vind ik de vrijheid. Het rijden met mooi en groot materiaal. We komen vaak op de mooiste plekjes, zowel in Nederland als internationaal. Geen dag is hetzelfde. 'S Ochtends vroeg loopt hij eerst langs de planningsbalie voor het laatste nieuws of overleg. En dan is er nog tijd om de collega's te spreken. Matt is chauffeur voor de afdeling Chemical Logistics en rijdt voor grote chemische bedrijven. Veiligheid voor de omgeving en de te vervoeren producten zijn enorm belangrijk. Je bent geordend en je werkt met checklijsten. Je hebt oog voor gevaarlijke situaties en je neemt verantwoordelijkheid. Ook bij het laden en lossen moet er worden voldaan aan allerlei veiligheidsvoorschriften. Nijhoff Wassink is een heel plezierige werkgever. Ze staan altijd open voor overleg en er is veel aandacht voor de medewerkers. Zo kun je ook altijd aan je persoonlijke ontwikkeling werken door middel van een cursus of opleiding. We rijden met de nieuwste trucks, met alles erop en eraan. En we komen op de mooiste plekken. Gaaf toch? De mogelijkheden om met het thuisfront te communiceren zijn gelukkig ook goed. Want een goede balans in werk en privé is belangrijk. Een chauffeur zou ik zeker aanraden om hier te komen werken. Zowel onderweg als hier kun je merken dat er een goede werksfeer heerst onder de collega's. Nee, was ik eens een betrouwbare werkgever. Loon is altijd netjes op tijd. Rijden met jong materiaal. Het is gewoon een superbaan. Werken bij Nijhoff Wassink. Met een auto van de zaak van 2 ton? Kom erop!